Dit zijn satisfying video's die ik kijk voor het slapen gaan. En eerlijk, de eerste satisfying video begint met eten. En satisfying plus eten is het beste wat er is. Ja, laat dat ding. Doe hem omhoog. En dan krijgt ze een of andere chocoladejurk. Kijk dan. Oh, joi. Ik denk dat ik ook door deze video een beetje honger krijg voor het slapen gaan. Dit was satisfying en heel erg lekker tegelijkertijd. Ik hou ervan. En we gaan gelijk door naar de volgende. En zij kleurt dit gewoon perfect in. En het ziet er gewoon zo satisfying uit. Kijk dan. Oi. Zeg maar, het gaat gewoon perfect binnen de lijntjes. En dat gewoon... Terwijl ze het letterlijk niet eens op de tafel heeft. Ze heeft het gewoon zo vast en ze kleurt het perfect in. Dit is de beste pen ter wereld. Kijk hoe mooi deze pen is. Ik wil deze pen oprecht hebben. Like, dit is echt prachtig. En het gaat ook nog zo perfect binnen de lijntjes. Kijk dan, dit is... Zeg maar, hoe kan je zo satisfying tekenen? Dit is niet normaal. Dit is oprecht niet normaal. En die glitters, het gaat allemaal perfect tussen de lijntjes. En ik zeg maar, als ik zeg maar 3 jaar oud was... Zou ik gewoon, zeg maar... Ik weet niet, 10.000 euro betalen voor deze pen. Niet dat ik op 3-jarige leeftijd zoveel geld had. Maar deze pen zou ik toen heel graag willen. Zeg maar, dit is toch de droompen. Droogt, verft, ergens uithalen is altijd het beste wat er is. Kijk dit dan. Oh, daar komt het. Daar komt het. Ja, oh. Ai. Dit ziet er altijd zo satisfying uit. Ik wil dit ook gewoon doen. Ik wil zeg maar gewoon een pot verf kopen. En de hele tijd het laten opdrogen en weer eruit trekken. Oké, ik weet niet wat dit is. Maar het ziet er verdomd satisfying uit. Het zijn allemaal verschillende kleurtjes. En ze snijdt het gewoon als het ware open. Het lijkt op zo'n dat snoepje, weet je wel. Dat je zeg maar moet blijven likken. Ik weet even niet meer hoe dat snoepje heet. Laat even weten in de reacties als jij weet hoe het heet. Maar daar lijkt het op. En het ziet er gewoon heel satisfying uit. En ze maakt er volgens mij een hartje van. Of niet? Het lijkt tenminste op een hartje nu. Ja. Het, zeg maar, als ik dit ding zou hebben... Ik zou de hele dag gewoon met een mes eroverheen gaan. Want het ziet er zo satisfying uit. Deze persoon die heeft het apparaat gemaakt... Waarmee die automatisch pizza's maakt. En zeg maar, dit lijkt oprecht gewoon op een automaat uit de tekenfilm. Kijk, nu doet hij zeg maar de tomatensaus erop. En via dat treintje gaat hij dus rondjes. Zeg maar... Hoe heeft deze gozer dit gemaakt? Hij heeft letterlijk alles gewoon gedaan met een of ander raar systeem. Nu met een kam. Dit is gewoon letterlijk met huis- en tuinproducten heeft hij een pizzamaker gemaakt. Ja, dan ben je wel oprecht creatief op een ander niveau ook. Oké, en daar komt de kaas. Hoppakee, de kaas eroverheen. Ja hoor, er moet natuurlijk ook kaas op een pizza. Er moet heel veel kaas op de pizza. Kom op, meer kaas. Er moet veel meer kaas op de pizza. Oké, daar komen de tomaatjes, denk ik. De tomaatjes, of dat was geen tomaatje. Dat was geen tomaatje. Dat was om de worstje te activeren. Kijk, nu vallen de worstjes erop. Dit is toch echt, ik vind het zo knap. Ik vind het oprecht zo knap. Hij heeft gewoon letterlijk een automatische pizza-automaat gemaakt. Met, wat is het? Gewoon echt de domste producten. Met een kan, met een trein, met weet ik veel wat hij allemaal heeft gebruikt. In ieder geval, hij heeft nooit meer zelf een pizza te maken. En het ziet er ook nog eens satisfying uit ook. Deze gast maakt van die stempels. Die altijd op brieven ziet van vroeger. En dat ziet er gewoon satisfying uit. Ik zweer het je, zeg maar... Ik zou gewoon, als ik zeg maar 100 jaar terug in de tijd ging, ging ik gewoon bij een postbode werken. Want dit is gewoon satisfying. Kijk dan, je doet gewoon een beetje van dit erop, dan die stempel erop en boom. En dit was vroeger op die brieven. En dan deed ze dat zeg maar op de brief, op de opening van de brief. En als dan de stempel gebroken was, dan zag je dus dat de brief al ooit open was geweest. En je leert ook nog eens wat op dit kanaal. Dit is slijm dat niet kapot kan gaan. Wat is er nou meer satisfying dan slijm dat niet kapot kan gaan? Zeg maar, je kan prikken wat je wil. Je kan letterlijk met een schaar in deze slijm prikken, maar het kan gewoon niet kapot. Zelfs dit ding gaat het niet kapot maken. Ik zou echt gewoon de hele dag mezelf kunnen vermaken door te knijpen in het slijm en te zien dat het niet kapot kan gaan. Ik zou me er ook aan irriteren, omdat ik het op een gegeven moment wel kapot wil maken op een manier. De perfecte pannenkoek. Kijk dan. Oh, jongens. Alleen maar perfecte pannenkoeken. Ik krijg hier zo de honger van. En het is ook nog eens heel satisfying. Zeg maar, hoe kan dit niet satisfying worden? Kom op, doe het. Ja, oh, hier word je toch gewoon rustgevend van. Daarom zijn het ook gewoon satisfying video's die je moet kijken voor het slapen gaan. Want zeg maar, als je niet kan slapen en je ziet dit, dan kan je gewoon slapen. Dan kan je gewoon in vrede slapen. Het is gewoon zo satisfying. Oh, wat hebben we hier? Oh. Dit zijn allemaal pitjes of zo. En het valt ook zo perfect. Zeg maar, die pitjes vallen in een soort van bloemvorm. Het zag er echt heel perfect uit. Oké, wat hebben we hier? Wow. Oké, dit is wel gewoon, dit is een constructie of zo. Waardoor je de hele tijd deze vorm krijgt. Ik vind, dit is heel erg vet.
Dit is oprecht heel vet. Je bent ten eerste creatief op een ander niveau. En het is ook nog een super satisfying. En het geeft een of ander 3D effect ofzo. Het lijkt net alsof ze een soort van tunnel maakt. Het ziet er heel tof uit. Een watermeloen tegen een schuurmachine. Het lijkt letterlijk alsof die watermeloen gewoon verdwijnt in het niks. Dat ziet er zo satisfying uit. Alsof die watermeloen zeg maar in een andere dimensie gaat. De schil en al, het is helemaal weg. Ja hoor, pas op voor je vingers. Lauwe verf wordt uit deze emmer geschraapt. En ja, er is niks satisfyinger dan dat. Oh, yo. Ik wil gewoon die blauwe verf opeten. Ik weet het, dan ga ik dood, maar het zag er gewoon lekker uit. Misschien heb ik gewoon honger. Dat zou ook zo kunnen zijn. Eet niet de blauwe verf trouwens, dan ga je dood. Dat wil je niet. Het is altijd zo satisfying als een tatoeage wordt weggehaald. Kijk. Oh. Dit ziet er altijd gewoon zo satisfying uit. Weet je, het is heel pijnlijk voor hem. Maar voor mij is dit heel satisfying om te zien. En voor jou waarschijnlijk ook. Zeg maar, een tatoeage weghalen is heel pijnlijk. Dus denk er altijd goed over na als je een tatoeage wilt. Maar het weghalen ziet er wel heel satisfying uit. Maar ik denk dat niet waard is, want het is volgens mij echt heel pijnlijk. Niet dat ik weet hoe pijnlijk het is, want ik heb nog nooit een tatoeage weggehaald. Überhaupt gezet. Maar ze zeggen altijd dat het heel pijnlijk is. Je ziet hier een leeg zwembad. En een probleem aan een leeg zwembad is dat je niet kan zwemmen. En deze gast, die gaat dit zwembad vullen op een hele satisfying manier. Hij gaat namelijk dit zwembad vullen binnen een paar seconden. En het ziet er straks echt heel satisfying uit. Hij heeft een of andere hele constructie of zo met mega grote tuinslangen. Een hele wagen met liters aan water. En daar gaat hij dan. De motor gaat aan van de kraan. Trekkraan, let's go! En nou gaat het zwembad gevuld worden. En letterlijk, dit zwembad wordt gevuld in, nou ja, ik denk 10 seconden. Zeg maar, ik weet niet of jij ooit een zwembad hebt gevuld. Maar dat kan echt 2 dagen duren. Normaal met een normale tuinslang duurt dit misschien letterlijk 2 dagen. Maar dit zwembad wordt gewoon gevuld in, ja, het is letterlijk 2 minuten. Of nee, niet eens 2 minuten. Het is 20 seconden. Het is echt heel ziek. Heel het zwembad is nu al gewoon gevuld. Even eerlijk. Ik heb zeg maar ook ooit een zwembad gevuld. En dat duurde oprecht 3 dagen. Ik maak geen grap. Oh, je weet nu al dat het satisfying wordt. Kijk dan. Oi, oi, oi. Het is altijd zo satisfying als die oude straatlijnen zeg maar opnieuw gekleurd worden. Dat ze weer helemaal nieuw en vers worden. En ik vind het ook zo knap hoe die dit doet. Zeg maar, je moet zeg maar echt wel binnen de lijn zijn, want dit is gewoon wettelijk, zeg maar. Dit kan je niet even opfokken, want dan heb je een probleem. Oh, wat hebben we hier? Dit is een soort hydro dip. Oh, ze stopt haar hand en arm erin. En nou gaat, oh, nou gaat die vorm op haar arm blijven zitten. Oké, dat moet er echt mega satisfying uitzien. Ja, ja. Dat ziet er echt heel cool uit. Wat? Dat was echt heel erg ziek. Oké, yellow of rood? Oké, rood. Yes, let's go. Ik heb het goed. Oké, doe lekker mee, dames en heren. Doe lekker mee. We krijgen als het goed is nog meer. Roze of goud? Goud. Ik denk goud. Altijd goud. We gaan voor goud. Let's go. Oké, kom op. Volgende. Geef me er nog een. Wit of geel? Ik denk geel. Geel? Ja! Oh mijn god, hoe kan ik het nou oprecht 3 keer goed hebben? Dit was geel, toch? Het kon ook wit zijn. Oranje. Ik denk oranje. Het is blauw. Oké, het is blauw. Ik heb het fout. Oké, we krijgen er nog één. Zilver of groen? Ik hoop groen. Ik weet niet waarom. Het is zilver. Oké, ik dacht dat ik er even heel goed in was. Oh, we hebben er nog één. Groen of zwart? Ik denk zwart. Ja! Let's go. Oké, deze heb ik wel goed. Ja. En dan was ik de laatste. Oké, ik had de meerderheid goed. En daar ben ik heel erg blij mee. En het zag er satisfying uit. Oftewel, deze video was echt top. Oké, hij gaat het glas laten vallen. Oh, nee. Oh, wow. Oké. Dat was echt heel erg satisfying. Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar het was mega satisfying. Oh, hij gaat deze pijl perfect inkleuren. Kijk dan. Oh, dit wil ik oprecht gewoon. Dit wil ik oprecht gewoon een keer doen. Dit is heel. Dit ziet er zo satisfying uit. Oh, het lijkt letterlijk alsof er zeg maar een levensechte. Zeg maar een soort van Photoshop is. Zeg maar alsof het wordt ingekleurd door een magische tool of zo. Oké, wat gaat hij doen? Hij gaat de muur verven volgens mij. Of wat? Ik weet niet wat er gebeurt. Die muur is blauw. En. Wat? Oh, ik zie het. Hij vult die gaatjes. Wow, dat doet hij echt heel erg smooth. Zeg maar, ik snapte niet wat er gebeurde. Maar hij zit letterlijk gewoon die gaatjes op te vullen. Dat zit zo. Dat, zeg maar, je weet dat je smooth bent als ik het niet eens merk. Dit zijn allemaal trickshots die goed gaan. En dat ziet er zo satisfying uit. Kijk dan.
Ja, hier nog één. Hoppa, boom. En erin. Wow. Zeg maar, trickshots die gewoon goed gaan, is gewoon mega satisfying. Wyo? Oké, die laatste was wel echt cool. Of dit is de laatste, die is ook heel cool. Oh, we hebben er nog veel meer zelfs. Oké. Oh my god, deze deze gozer heeft echt mega veel trickshots gedaan. En dit ziet er echt mega satisfying uit. Wat? Nooit dat hij erin gaat. En hij gaat erin. Ja hoor. Dit is oprecht heel erg knap. Dingen die geplet worden door zo'n machine is gewoon altijd satisfying. Zeg maar, dit zijn satisfying video's die je kijkt voor het slapen gaat. En ja, dit is gewoon toch top. Dit moet je toch gewoon even nog zien voor het slapen gaan. Dit is toch gewoon echt heel relaxed om naar te kijken. Oké, hij heeft olie en cola bij elkaar gedaan. En hij stopt er nu Mentos bij. En wat je dan krijgt, je krijgt dan een soort lavalamp. Dus hey, als je een goedkope lavalamp wil maken, moet je dus cola pakken. Wat olie erbij gooien. En dan Mentos erin. En kijk dan. Je krijgt een lavalamp, gewoon letterlijk. Ik denk dat deze lavalamp maar een paar minuten werkt. Maar je krijgt wel een lavalamp. Heel erg satisfying. Ik ga dit oprecht ooit doen. Oh, is het cake of is het een mandarijn? Het lijkt echt op cake. Oh, wat? Wat? Oké, dat is... Oprecht, tegenwoordig is alles van cake, dames en heren. De muur was van cake. En de sinaasappel ook. Oké. Oh god, we zijn nog niet klaar. Oh, we zijn wel klaar. Oké, ik dacht al. Is die plant ook van cake? Is die tafel ook van cake? Oké, jongens, dit waren satisfying video's die ik kijk voor het slapen gaan. Wil je nou een verboden woon zien? Klik dan snel op deze video. Ja, hier kijk ik naar zulke satisfying video's dat ik moet proberen geen woon te zeggen. Hey, als je die video wilt zien, klik dan snel op deze video. Heb je deze al gezien? Doe dan even abonneren. En dan zeg ik Mick out.